De rol van verplegende en verzorgende in 2020 zal anders zijn dan zoals we het nu kennen. Het aantal ouderen wat gezondheidszorg nodig heeft zal toenemen en het aantal ouderen wat langdurige zorg nodig heeft zal ook toenemen. Mensen die in de verpleging en verzorging zullen werken, zullen dus ook meer verstand moeten hebben van wat ouderenzorg nou inhoudt en veel meer integraal moeten leren denken. De nieuwe beroepsprofielen voor verplegende en verzorgende zullen denk ik ingrijpend gaan veranderen, omdat de gezondheidszorg in Nederland gaat veranderen. Ouderenzorg en ketenzorg worden belangrijker en nieuwe hulpmiddelen zoals ICT, zorg op afstand, worden ook steeds belangrijker. En die verplegende en verzorgende zullen in dat veranderende veld een cruciale rol gaan spelen. Als de nieuwe beroepsprofielen voor verplegende en verzorgende gereed zijn, vereist dat actie van alle partijen. Want we moeten nadenken over de opleidingen, we moeten nadenken over de financiering, we moeten nadenken over de arbeidsmarkt, die in over 10 jaar heel anders zal zijn dan nu. Dus ook een rol voor werkgevers en werknemers. Kortom, nieuwe beroepsprofielen zijn niet alleen voor de beroepsgroep, maar vereisen actie van alle partijen.